Ik had vannacht een droom. Een natte? Nee, gewoon een normale droom. Gewoon een... Oh, oké. Okay. Ik had vannacht een droom dat ik Formule 1 coureur was. En ik werd wakker en ik dacht, ja, het is ook eigenlijk wel heel leuk. Stel, je bent Formule 1 coureur en je kan gewoon lekker racen, de wereld overreizen. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik binnen 1 week Formule 1 coureur word. Ja, dat wordt waarschijnlijk wel een hele lastige, maar goed. Ik pak even mijn laptop erbij om research te gaan doen. Maar ja, hoe word je nou Formule 1 coureur? Toen kwam ik op deze site. Stap 1, kijk en leer. Stap 2, virtueel oefenen. Stap 3, koning van het karten. Stap 4, all about money. Stap 5, ton snelheid en ballen. En stap 6, de belangrijkste, grijp je kans. Om binnen een week in een Formule 1 auto te komen zitten is eigenlijk, ja, praktisch onmogelijk. Maar goed jongens, dat stopt mij niet. Dat stopt mij niet, want ik ga mijn droom najagen. En ik ga even wat mensen bellen die mij wellicht kunnen helpen. Het is tijd om eventjes iemand te gaan bellen en ik ga Roy bellen. En Roy, die is de eigenaar van Supercar Society. Die organiseert allemaal vette dagen op circuit Assen met supercars en zo. Dus ik denk dat hij mij wel verder kan helpen. Ik ga hem eventjes bellen en ik hoop dat hij mij kan helpen. Daar gaan we. Hey, Binte. Hey, Roy, alles lekker? Zeker, met jou? Ja, goed. Hey, ik werd vanochtend wakker en ik dacht, ik wil Formule 1 coureur worden. En ik dacht, jij kan me verder helpen. Ja, ik weet niet of dat heel makkelijk zal zijn. Dat ja, lijkt mij vrij lastig. Wat we eventueel kunnen doen, aanstaande zondag is Jack Racing Day. Daar rijdt een 2-seater F1 Formule 1 wagen. Oké. Okay. Misschien dat we daar wat mee kunnen. Oké. Ja, dat klinkt wel vet. Maar mag ik daar dan ook in of is dat dan nog niet zeker? Ik denk dat ik dat wel voor jou voor elkaar kan krijgen dat jij daarin mee kan rijden op de circuit. Oké, en ik mag niet zelf rijden? Ja, dat lijkt me lastig, maar we kunnen het proberen. Oké. Nou goed, dat klinkt perfect. Dan kom ik zondag naar Assen en dan ga ik even in die Formule 1 auto rijden. Jongens, dit is perfect. Dit is perfect. Ik dacht al dat hij me verder kon helpen. Maar ik ga dus zondag ga ik dus naar Assen. En waarschijnlijk kan hij regelen dat ik dus in een Formule 1 auto kan zitten. Überhaupt kan zitten. Hij weet niet zeker of ik mag rijden. Maar we gaan gewoon naar Assen. En dan gaan we ervoor zorgen dat ik in die Formule 1 auto kom te zitten, jongens. Let's go. Oké, dus dit is het plan. Ik ga met de auto naar Assen in de hoop dat ik in die Formule 1 auto mag zitten. En het zou helemaal top zijn als ik er ook in mag rijden. Het is dus nog niet 100% zeker dat ik erin mag. Dus ik moet echt eventjes mijn best gaan doen daar. Ik moet even met mensen gaan praten en zorgen dat ik in die Formule 1 auto kom te zitten, jongens. Want ik moet erin. Op naar Assen kijken of ik eindelijk Formule 1 coureur kan worden. Het zou misschien wel mogelijk zijn. Het zou misschien, vandaag is het misschien mogelijk. Dag, dag. We zijn op circuit Assen. Er staan heel veel dikke auto's. Vandaag is de enige kans en de mogelijkheid dat ik een Formule 1 auto kan gaan zitten. Dus ik ga gewoon eventjes rondlopen. Ik ga even bij mensen vragen van hey meneer, mag ik misschien meerijden? Want ik weet, aan het einde van de middag gaan er Formule 1 auto's het circuit op, maar two-sitters. Dus dan kan je dus met z'n tweeën erin zitten. Dus ik denk dat dat mijn kans is. Oh. Op dit moment zit ik daar op 1. Dat is het doel. Ik moet in die auto zitten. Maar ik weet niet of dat dan hoort. Zo jongens, dit is ook wel echt een kanon hoor. Er zijn auto's genoeg hier vandaag. Dat weet ik zeker. Ruben, heb jij überhaupt wel vertrouwen in mijn carrière als Formule 1 coureur? Dat moet je nog maar even bewijzen. Ja, nee, dat is ook wel zo. Maar of ik vertrouwen heb? Nee, dat er mogelijkheden zijn. Ik ben wel echt stappen aan het zetten in de carrière. Ik zet wel echt stappen. Waanzinnig grote stappen. Ja, het zijn wel echt bizarre stappen. Ja, dat is niet normaal. Dat ik hier nu al sta, is al... Ja. Dat is al zeg maar het grootste gedeelte van... Dat is heel moeilijk al. Dit is bizar. Ga je huilen als het niet lukt? Ja, ik ga wel echt janken. Ja? Dit is echt mijn droom. Ja, ik ga en zal in die auto zitten. Ja, nou, dan we gaan alles aan doen. Ik ga het fixen. Hey pa, heb jij een beetje... In mijn coureur carrière. Ja. Ja? Als je je best doet, denk ik wel. Ja. Je had wel iets eerder kunnen beginnen misschien. Ik vind dat jullie moeilijk doen, jongens. We gaan het zien. Ja, Max van der Stap. Ik ben Max van der Stap. Ze staan hier ook auto's, jongens. Niet normaal. Kijk, een Lamborghini Aventador SVJ en een McLaren 720. Holy shit. Welke zou je kiezen? Ik denk 73S inderdaad. Ja? Ik ook. Die kleur is ook echt bizar mooi. Dus dit is ook wel een fijn bakje, hé. Hey, een F12 en Largo. Wat vinden we hier nou van? Ja, die zie ik weer zitten. Ja.
Ach jongens, echt. Het is zo bizar. Al die auto's hier, het is echt niet normaal. Jongens, geloof het niet, maar ik heb net iemand gesproken en die gaat met een two-seater gaat hij de baan op. En ik mag mee! Ik ga de Formule 1 auto zoeken. Let's go, we zijn wel een beetje laat, dus we moeten terug gaan. Ik werd net gebeld door Roy en hij zei, Vin, je moet nu naar pitbox 4 komen. Want dan mag je mee. Dus ik heb snel mijn camera gepakt. Ik ben nu onderweg naar pitbox 4, jongens. Oh mijn god. Daar staat hij. Daar staat hij. Ik heb net gehoord. Ik mag helaas niet zelf rijden. Maar ik mag wel achterin. Kijk even hoe ziek dit is. Wel de eerste stap, hè? Dit is wel de eerste stap. Laten we zeggen dat het een soort van geslaagd is. Ja, geslaagd. Het is een soort van geslaagd. Bizar. Kijk eens even. En ik ga dus hier zitten. What the fuck. Dit gaat het worden. Hey jongens. Ik heb een pak aan. Ik heb een helm. Ik ga erin straks, als tweede. Eerst gaat Don erin en daarna ga ik, jongens. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Oh mijn god. Ik heb het al morgen gezegd, geen idee. Niet mijn specialiteit, ik weet wat ze me doen. Rick, ben jij gebleven? Ik heb champagne, dus Je hoort me waarschijnlijk niet, ik ben er klaar voor. Hoor mij niet. Ik had dus één probleempje, want mijn racepak die zat te strak. Dus ik kon mijn benen helemaal niet buigen. Waardoor ik die auto nauwelijks in kwam. Maar, hey, kijk eens even, ik zit. Jongens, we hebben gereden, maar er was een rode vlag. Dus dat ging alleen op het begin. Gebruik dus altijd deze dingen. Zo voorkom je dat je gehoorschade krijgt of dat het erger wordt. In de auto en hij begon echt fucking hard. En daarna hadden we echt gelijk een rode vlag. Dus ik heb eigenlijk... Ja, echt zonde. Het was echt zonde. Fuck. Ah, maar goed, het is wel gelukt jongens. Ik heb in een Formule 1 auto gezeten, dus het doel is bereikt, dat wel. Maar helaas jammer van de rode vlag. Wat een bizarre ervaring jongens. Ik heb gewoon in een Formule 1 auto gezeten. En ook al mocht ik niet zelf rijden, was het alsnog echt bizar om mee te maken. En ik heb ook besloten dat ik mijn Formule 1 carrière ga stopzetten. En dat ik het overlaat aan de professionals jongens. Want dit wordt hem gewoon niet. Het wordt hem gewoon niet. Ik wil Jax Racing Days bedanken voor deze zieke ervaring. En Roy van Supercar Society. Jij ook, het was echt bizar. Jongens, ik zie jullie de volgende keer.